Claudiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. In de nieuwe VPRO-docu Weer Fucked zien we de tol van het activist zijn. En druktemaker Ellen Dekwits is er uiteraard rond de klok van 12:30... hoor je haar gedachten over versoepelingen. Maar eerst de almacht van Amazon. De nieuwsbv. Amazon heeft er alles aan gedaan om het te voorkomen en het is ze gelukt. Er komt geen vakbond die de belangen van de werknemers van Amazon kan behartigen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de werknemers? En kunnen we als Nederlands wel de rechten van werknemers garanderen wanneer Amazon dit jaar naar Nederland komt? Ik ga het bespreken met Casper Gelderblom, coördinator van Make Amazon Pay, de organisatie die met gebundelde krachten het probeert op te nemen tegen deze grote multinational. En met Martijn Arets, hij is schrijver van het boek De Platformrevolutie. Welkom allebei. Dankjewel. Eerst eventjes naar wat er gebeurd is. Want vorige week hadden wij ook al contact, Casper, over die vakbondsverkiezingen. Er komt geen vakbond, is ondertussen bekendgemaakt. Waarom niet? En is dat verrassend? Het is in de eerste plaats ontzettend teleurstellend en echt een harde klap voor al die mensen die er zo lang voor hebben gevochten. Het was ook een hele pijnlijke uitslag. Hè? Dus Amazon heeft, waar we het vorige week ook over hadden, Amazon heeft inderdaad alles aan gedaan, alles uit de kast getrokken, werknemers geïntimideerd, met succes. Hè? Dus 1800 stemmen tegen de vakbond in Alabama en 800 stemmen voor. Dus echt wel een pijnlijke uitslag. Is het verrassend? Nee, want ze hebben inderdaad maandenlang werknemers geïntimideerd. We hadden het er vorige week over, tot in de toilethokjes aan toe hingen de anti-vakbondsposters. Op Facebook, op Twitch en via sms werden werknemers bestookt met waarschuwingen voor de vakbond. Dus het is logisch dat veel werknemers zich dat uiteindelijk hebben aangetrokken, ben ik bang. Ze zijn gewoon eigenlijk bang gemaakt. Absoluut, absoluut. Ja, en dat is absoluut niet nieuw. Dat heeft Amazon een aantal jaar geleden, toen er een vergelijkbare campagne was, ook al gedaan. Het moeilijke aan deze uitslag is natuurlijk niet alleen dat het heel verdrietig is voor die werknemers in Bessemer en Alabama, maar ook dat het Amazon sterkt in de overtuiging dat ze op deze manier inderdaad werknemers kunnen blijven intimideren en piepelen. Ja, want, daar mogen we ons natuurlijk niet bij neerleggen. Je zegt van dit was eigenlijk een soort van proef. Zou die er komen, zou die niet komen? Hij komt er nu niet. Wat kunnen dat voor gevolgen zijn voor werknemers die bij Amazon werken en nu er geen vakbond komt? Nou, weet je wat heel belangrijk is? Is dat de vakbond in Alabama heeft dus gezegd, we leggen ons er niet helemaal bij neer. Hè? Dus inderdaad, op zich is de uitslag duidelijk, maar tegelijkertijd is er echt sprake van illegale praktijken, zelfs in de Amerikaanse wetgeving. En dat wil wat zeggen. Dus er komt nog een hele lange juridische staart aan dit hele verhaal. Er gaan allerlei rechtszaken uitgevochten worden. En Amazon mag inderdaad dan de rechter gaan overtuigen dat ze niks illegaals hebben gedaan. Nou, ik denk dat ze dat niet gaat lukken. Dus wellicht komt het er ooit nog wel in Bessemer, Alabama, maar dat zal nog even duren. Wat nu heel interessant is, wat er gaat gebeuren, is dat je het systeem in de Verenigde Staten is zo dat je dus inderdaad via een overheidsagentschap een verkiezing moet organiseren om een vakbond op te mogen richten. En wat je nu waarschijnlijk gaat zien, en dat zie je nu al dit weekend in Chicago bijvoorbeeld, is dat werknemers zeggen, nou weet je wat, als het niet goedschiks kan, dus als het niet kan via het overheidsagentschap, dan gaan we het gewoon informeel organiseren. Dus dan hoeven we niet erkend te worden als vakbond, maar dan gaan we gewoon zoveel mogelijk werknemers organiseren en ook zonder officiële erkenning het werk neerleggen. Dus Amazon heeft laten zien, het kan blijkbaar niet goedschiks. Dan gaan werknemers het nu kwaadschiks aanpakken. En alsnog natuurlijk voor hun rechten opstaan. Daar hebben ze ook alle recht toe. Kijken hoe dat gaat lopen. Maar Martijn, hoe kijk jij naar deze verkiezing? En de uitslag dat er geen vakbond komt? Nee, ook niet verrast. Kijk, uiteindelijk waar natuurlijk zo'n bedrijf baat bij heeft, is juist eigenlijk het verdeel- en heersprincipe. Of zo, op het moment als je natuurlijk geen tegenmacht hebt bij een macht, hè, natuurlijk een bekende discussie tegenwoordig ook in Nederland. Ja. Dan ben je als organisatie gewoon oppermachtig. Dan heb je natuurlijk gewoon verder alles onder controle. En we zijn natuurlijk zeker een bedrijf wat heel veel dingen echt heel erg vanuit een meer technisch en echt functioneel perspectief bekijkt. In ieder geval, ze hebben ook al iets van 200.000 robots in de magazijnen werken. En daar zie je ook wel een beetje een trend vanuit heel veel dat soort bedrijven. Vanuit zit ik er verder, die juist heel erg kijken op efficiëntie. En niet zozeer kijken naar de mensen die daar, de impact van ervaren. Ja, jij schrijft ook van Amazon ziet zichzelf ook echt als een techbedrijf. Dus ze bekijken alles via de techbril. Dus dat betekent ook dat de werknemers ondergeschikt zijn eigenlijk aan het platform. Ja, en niet zeer platform, maar eigenlijk gewoon aan de organisatie. Kijk, ik heb bij Amazon natuurlijk twee typen werknemers. Degene op het hoofdkantoor en degene die het uitvoerende handjeswerk doet.
En daar zie je ook natuurlijk grote verschillen ook in de manier waarop ze ermee omgaan. En wat ze natuurlijk heel erg slim doen is ook hun warehouses openen op plekken waar natuurlijk heel veel werkloosheid is. Kijk, en dan natuurlijk ja, uiteindelijk als ze concurreren met werkloosheid, ja, dan kun je ook als werkgever ook ja, af en toe wat meer als een eikel opstellen. Omdat ook het alternatief voor die mensen gewoon heel erg onaantrekkelijk is. Dus het is of je werkt bij Amazon en dan moet je schikken naar de regels van Amazon, of je bent gewoon werkloos, ben je misschien nog slechter af. Ja, klopt. Maar zeker ook echt die technische vanuit efficiency gedreven ja, blik op processen en organisatie. Dat is ook iets wat je bij heel veel van die techbedrijven terug ziet komen. Hè? Bijvoorbeeld ook met Uber, hè? De founder destijds, die gewoon aan het publiek zei van, jongens, ik kan niet wachten op de dag dat we die chauffeur uit de auto kunnen gooien en dat die auto zelf gaan rijden. En is dat ook waar Amazon naar streeft? Een bedrijf dat eigenlijk volledig door robots wordt bediend? Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg om schaal en marge. En de marge is bij dat bedrijf gewoon heel erg laag. Dus eigenlijk iedere cent die je kunt besparen op een proces draagt bij aan een betere winstgevendheid. En niet dat we ons medelijden moeten hebben met Jeff Bezos, die eigenlijk sinds de start van corona al tientallen miljarden meer waard is geworden. Maar uiteindelijk gaat het om juist net om die efficiency. En bij Amazon zie je natuurlijk al hè, nu meer dan 200.000 robots in de magazijnen. Er wordt gekeken naar bezorgdrones of naar autonome bezorgvoertuigen in steden. Dus uiteindelijk gaat alles puur om die efficiency. En uiteindelijk, ja, op het moment als je daar die mens uit kunt filteren, hoe eerder, hoe beter, zal ik maar zeggen. Ja, ze zien de mens als zwakste schakel dus blijkbaar. Casper, nu komt Amazon ook naar Nederland toe. Het afketsen van een vakbond oprichten, wat voor betekenis heeft dat als het bedrijf in Nederland zich vestigt? Nou, aan de ene kant kun je zeggen, hè, natuurlijk is het zo dat in Nederland de vakbondsrechten en werknemersrechten veel beter gegrondvest zijn. Dus je zou kunnen redeneren van, nou, wij zitten op zich wel goed. Hè. We hebben hier niet zo vaak te maken met Amerikaanse toestanden. Anderzijds zie je natuurlijk juist, en daar weet Martijn ook heel erg veel van, dat bij dat platformwerk, dat het bedrijven die zichzelf presenteren als platformbedrijf, wat Amazon ook doet, dat ze het niet zo nauw nemen met die werknemersrechten. Dus dat is al reden tot zorg. En wat een hele directe reden tot zorg is, is wat er in Duitsland is gebeurd. Dus in Duitsland is Amazon al sinds 1999 actief. En sinds ze echt zijn gaan uitbreiden in ongeveer 2012 of zo, zijn vakbonden begonnen met daar te proberen werknemers te organiseren. En dat lukt nu eigenlijk al 10 jaar amper. Dus ze staken meerdere keren per jaar, maar er is nog steeds geen CAO. En dat, ja, dat is ook in een land als Duitsland is dat eigenlijk ongekend. En nou, als je er op die manier naar kijkt, hebben we zeker reden tot zorg, ja. Martijn, hoe zie jij dat, de komst van Amazon naar Nederland en het niet bestaan van een vakbond voor hun? Ja, kijk, uiteindelijk in ieder geval, hè, wat Casper ook zei over platformwerk, dat is natuurlijk weer eigenlijk een ander domein. Dan gaat het juist over platformen die echt bemiddelen in arbeid. Dit is eigenlijk meer een soort van intern proces binnen zo'n e-commerce organisatie. Kijk, uiteindelijk, hè, er was volgens mij een jaar geleden een journalist van de Volkskrant, Jeroen, die ging undercover bij een bol.com magazijn. Ja. En wat ook een beetje is dat dit soort werk natuurlijk ook wel zich afspeelt buiten de bubbel van ja, de gemiddelde hoger opgeleide werkende die ook vaak luxe heeft van de keuze van werk. Dus per definitie is dat werk natuurlijk al op een niveau waar heel veel mensen eigenlijk zeggen, jongens, ja, maar dat vinden wij gewoon niet acceptabel. Ik denk uiteindelijk dat, kijk, het mooie natuurlijk van een vakbond, of in ieder geval het concept vakbond. Want de manier waarop vakbonden vaak invulling geven op reactie op technologie is ook niet al te best. Maar in principe, als je die van die mensen kunt organiseren zonder dat ze daarmee ook direct persoonlijk zichtbaar en aansprakelijk voor worden, dan denk ik dat alleen maar een goede zaak is wanneer daar ook echt meer schot in komt. Ja, Casper, we kunnen het natuurlijk toeschrijven naar de vakbond, maar ligt er ook niet een verantwoordelijkheid of misschien zelfs macht bij de consument? Moeten wij gewoon niet ook als consument veel kritischer zijn op Amazon? Nou, dat kun je zeggen, maar het gevaar in die redenatie is dat je dan eigenlijk aan individuele consumenten gaat vragen, neem jij de handschoen op om een ontzettend machtige figuur als Bezos uit te dagen? Ja, dat gaat denk ik niet zo erg voor zoden aan de rijk zetten. Nou, we hebben het met Shell toch wel eens een keer gedaan, toen met de brand Spar, ging op een gegeven moment niemand meer tanken bij Shell en toen wisten ze niet hoe snel ze hun filosofie moesten aanpassen.
Tuurlijk, kijk, als het lukt, dan is het ongelooflijk krachtig. Maar ik denk dat in de eerste plaats, het is een beetje een kwestie van prioriteit. Dus ik ben het helemaal met je eens. Het zal ontzettend krachtig zijn en het is een goede strategie. Tegelijkertijd, waar volgens mij de prioriteit moet liggen, is bij onze politici. We moeten aan de politiek moeten we duidelijk de opdracht geven als samenleving. Zo'n bedrijf als Amazon en alle vormen van uitbuiting waar ze zich schuldig gaan maken in andere landen, dat willen we hier gewoon niet. En stel dus echt duidelijke grenzen aan wat ze wel en niet mogen doen. Ze mogen hier op zich natuurlijk opereren, helemaal prima. Maar je hebt je te houden aan de hoge standaarden die we hier handhaven op het gebied van inderdaad werk, maar ook klimaat en consumentenrechten. En anders dan ben je in principe gewoon niet welkom. En nou goed, je hebt te maken met Amazon, dat is een enorm transnationaal bedrijf. Dat betekent dus ook dat je als politiek dat transnationaal moet aanpakken. In Europa bijvoorbeeld, maar zelfs transatlantisch. Moeten onze politici echt paal en perk stellen en aan de uitbuiting waar Amazon zich schuldig aan maakt. Ik denk dat daar de prioriteit ligt. Goed, helder verhaal. We blijven het natuurlijk volgen. Want ja, we hadden jullie vorige week al aan de telefoon, deze week weer. Kijken wat er volgende week gebeurt. Dankjewel, Casper Gelderblom en Martijn Arets. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Weet je nog?